Thuisploeg verving Toele, de zieke Soudan en Eendracht Aalst kan met 6-7 geblesseerde spelers stilaan meespelen in de Schwarzwaldkliniek. Lodders, Mark van Britsom, alle spelers op de speelhelft van Eendracht Aalst. Chidi Nuanu van Ham, voor de wedstrijd gehuldigd als verdienstelijkste speler van het voorbije jaar. En daar een overtreding van Mohamed Kanu. De man uit Sierra Leone wordt bij scheidsrechter Le Poutre gevraagd. Jonge scheidsrechter, nog maar 32. En het wordt de eerste gele kaart in deze partij voor Mohamed Kanu. Vrijtrap Eendracht Aalst na precies 18 minuten spelen. Van der Beekje. We wachten hier met z'n allen nog altijd op de eerste doelkans. Zakas. Weg van Massagi. Met Chidi. Zakas teruggelegd. De vlieger lost. En die bal gaat niet binnen. Het was Chris Baert, de man met het nummer 15. Eindelijk wat opwinding. We spelen 18 minuten. Eerste doelkans. Beveren tot nu toe. Ja, de baas zeg maar nog niet gevaarlijk. Aalst nu wel. En het heeft er zelfs een hoekschop aan overgehouden. Julien Lodders. Van der Beekje. Nog altijd Van der Beekje. Nog altijd. Krijgt de bal bij Zakas. Technisch kan hij wat, Zakas. Maar schiet dan zelf. We spelen 25 minuten. En we moeten zeggen dat de wedstrijd op dit moment zeker in evenwicht zit. Met Aalst dat de laatste minuten aandringt. Bellig. Krijgt er wat ruimte. Bogaerts. Julien Lodders. Spelen bijna een half uur. Van Ham met het hoofd. De bal die klom en verdween achter het doel van Hans de Schrijver. Het eerste min of meer kansje voor Beveren na 28 minuten. Peter van Vossen met de voorzet. Maar Lamberg is groot daar achterin bij Aalst. Bal blijft wel voor Beveren met Van Ham. Nieuwe voorzet. Weggekopt door Schwabe. Van der Beekje. Laat de tackle van Mark van Britsom. Op Dirk van der Beekje. En Le Poutre heeft al werk gehad. En het is rood. Kijkt er nog eens naar de herhaling. Van der Beekje. Door. En dan de overtreding van Britsom. Op de bank bij Aalst sprong onmiddellijk iedereen recht. En na 3 gele kaarten voor Kanu, Heijmans en Limpens. Nu rood voor Mark van Britsom. Chidi Nuanu. Hans Bellig. Bogaert. Overtreding van Kanu en die heeft al geel. Men blijft aan beide kanten fel en kort op de man spelen. En men heeft vaker de man dan de bal. Kanu moet eraf. Heeft al een gele kaart gekregen. Hij was de eerste die in het boekje verdween van Le Poutre. En hij gaat er nog eens in. En dat betekent 2 keer geel. Dat is rood. En ze staan nu weer met evenveel. 2e gele kaart voor Mohamed Kanu. Na de zoveelste overtreding. Vrij trap voor Eendracht Aalst nu met Van der Beekje. Lamberg. En die kopte de bal tegen Lodders aan. Olivier Lamberg, de grote centrale verdediger van Eendracht Aalst. Daar is hij. Van Vossen. Niet echt in zijn dagje vandaag, heb ik de indruk. Van Ham. Van Vossen. Bogaerts tegen de paal. Dat is de beste kans voor Beveren in deze wedstrijd. Na 15 minuten spelen in de tweede helft. Kijk er nog eens naar. Van Vossen. Nog niet veel gezien. Heeft het lastig met de Wolf. Tot bij Bogaerts en die knalt de bal tegen de paal. Nuanu, kapbeweging. Nog altijd Nuanu. Tot bij Toele, laag voorgezet van Am. Nee, de Schrijver, 17e minuut, tweede helft. Maar Beveren blijft drukken nu.
Het beleg van Beveren duurt nu zo wat 20 minuten. Vrij trap met Van Ham. Kort op bij Nwanu. België helemaal vrij. Voorzet laag. Ja, hij gaat binnen. Dirk Doelen. De man die invalt hier vanavond. Voor Yves Soudan. Het doelpunt kon niet uitblijven. Het beleg bleef voortduren. Beveren had zich als een roofdier op zijn prooi gestort. En die prooi was Eendracht Elst. Komt het opnieuw bellig. Laag voorgezet. En dan simpel binnengeduwd door Dirk Doelen. En 1-0 op het half uur. De Wolf. Links van mij is ondertussen een deel van de verlichting uitgevallen. Daar bijna Lamberg. Zakas die aandringt, de vlieger eruit. Gaat hij nog binnen? Jawel, 1-1 van Petegem. Terwijl ik net wou zeggen dat links van mij een deel van de verlichting is uitgevallen. Maar scheidsrechter Lapoutre vindt het nog licht genoeg om voor te spelen. En Aalst gelijk op zowat 5 minuten voor het einde van deze wedstrijd. We gaan kijken naar de herhaling. De vlieger uit zijn doel, de voorzet en dan aan de tweede paal kopt van Petegem binnen en 1-1. De Wolf van Petegem, de maker van het doelpunt van Eendracht Elst. Het vierde nog maar dit seizoen. Peters en Marginé Schinder, de jonge invaller, nog junior. Met Bellic voor zich. Zakas. Zakas nog altijd. De Griek laag schot. Oeh, dat scheelde weinig. Zou wat geweest zijn. Bijna het winnende doelpunt voor Eendracht Elst.